het Mandela Park, voorheen het Bijlmer Park. Ik sta hier op de brug naar het park. En ik heb een afspraak met de stadsdeelvoorzitter Tanja Jatnalansing om vandaag een wandeling te maken in het park. In opmaat naar dat grote moment dat zit aan te komen op 5 september aanstaande, wanneer het Mandela Park wordt verrijkt met een Mandela gedenkteken. Als het goed is, kan ze elk moment komen. Tanja. Ja, ik kom er al aan inderdaad. Mevrouw Jatnalansing. Hele goede middag, Roy. Nou, u bent zelf 2 minuten voor de tijd. Dat kan me. Maar ja, we kunnen elkaar geen brassa geven natuurlijk. Nee. Het is gewoon zo, ja. Gezien de omstandigheden. Maar het is ook heel mooi, hè? Het is heel mooi. Eigenlijk is dit ook al een beetje een teken van Nelson Mandela, hè? Ja. Want als je zo iemand groet, dat is, ik groet de ziel in jou. En Nelson Mandela was wat mij betreft heel erg op dat niveau ook altijd. Ja. Van meer zien dan alleen maar een beetje de plichtplegingen, maar de mensen achter het grote geheel. Dus meer dan de naam doet vermoeden, Nelson Mandela. Ja. Hij was een ziel, een bijzondere ziel. Hij was een hele bijzondere ziel. Wat betekende hij voor jou, zeg maar? Nelson Mandela betekent voor mij heel veel, op een aantal manieren. Ik vind zijn uitspraak dat educatie het belangrijkste wapen is naar succes. Dat is eigenlijk voor mij een leidraad in mijn leven, een van mijn mantra's. Dus dat daar al. Maar nog veel meer zijn leiderschapskwaliteiten vind ik geweldig. Hè? Dus ik lees heel veel boeken over hem, over zijn leven en over zijn leiderschapsmentaliteit en kwaliteiten. En ik kan daar heel veel uit leren. Sterker nog, ik heb heel vaak, als het heel moeilijk wordt, want stadsdeelvoorzitter is niet alleen maar gezelligheid. Sterker nog, heel veel moeilijke obstakels krijg je ook. En dan denk ik altijd bij mezelf, hey, wat zou Nelson Mandela doen? En als ik daar dan aan denk, dan creëer ik enige afstand zelf. Dus kan ik wat meer als objectief persoon kijken naar zaken. En ik weet altijd dat hij is gewoon heel sterk in wel gewoon beslissingen nemen. Ja. In liefde en met respect, maar wel duidelijk. Mooi groen park is het geworden. Ja. Met een grote diversiteit aan groen. Yes. Een plek waar er ook festiviteiten zijn, zoals het Kwaku Festival. Ja. Ja. Jaarlijks, maar ook sportfaciliteiten. Zeker. Waar Zuidoost United gebruik van maakt. Ja. Ja, voor jong en oud, zou ik zeggen. Ja, dat is het mooie van dit park. Hè? Het is dus inderdaad voor jong en oud. Maar het weerspiegelt, vind ik, ook die 170 nationaliteiten en culturen die we kennen in Amsterdam Zuidoost. Hoezo? Omdat je ziet hier echt iedereen komen. Dus als je hier inderdaad overdag komt, dan zie je mensen sporten. Maar je hebt hier verderop heb je ook een veldje waar dames Zumba doen. En dat zit echt heel leuk op dinsdagochtend. Soms ga ik ook meedoen. En dat zijn alle soort vrouwen. Dat zijn vrouwen die heel jong zijn. Vrouwen die iets minder jong zijn. Vrouwen die eruit zien zoals ik. Maar vrouwen die wat lichter of wat donkerder zijn. Dus het is prachtig om te zien hoe dit park toch een ontmoetingsplek is geworden voor heel veel mensen in Zuidoost. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn mooiste herinnering aan dit park was eigenlijk vorig jaar bij Black Lives Matter. Toen stond hier niet alleen heel Amsterdam, maar heel veel mensen uit Nederland. 11.500 mensen stonden in dit park. We hadden 11.500 stippen gemaakt, want ze moesten op 1,5 meter. Ja, ja. En dat heeft mij enorm geraakt. Ook juist ook weer nadenkend over Nelson Mandela. Die bracht eigenlijk mensen bij elkaar om te gaan voor die rechtvaardigheid. En Black Lives Matter, ik keek er toen naar. Ik zag die 11.500 mensen hier staan. En ik dacht, wij zijn niet meer alleen. Als het gaat over onrechtvaardige behandeling van mensen alleen maar om hun kleur, dan zijn het niet alleen zwarte mensen die dat ernstig vinden. Maar het zijn zwart en wit tegen racisme. Dus het is niet meer zwart tegen wit. Mm-hmm. Maar het is zwart en wit tegen racisme. Mm-hmm. En dat is waar Nelson Mandela voor staat. Ja. Dat ze, die activiteiten die symboliseren, zoals je dat zegt. Ja. Zoals hij in het leven staat. Zoals mensen hem kennen. Ja. Zoals mensen hem hebben onthouden. Ja. Zoals hij dat uitstraalt. Ik weet dat toen voorheen hier het Bijlmer Park heette, er een moment is geweest waarop we met succes ervoor hebben weten te zorgen dat het de naam kreeg van het Mandela Park. Ja. Het Nelson Mandela Park zou niet alleen maar een naam moeten zijn, maar we vonden ook wel dat die allure moet hebben. Dat je de sfeer, sfeer ademt. Helemaal mooi in deze hele omgeving. Ja. Waar sowieso staat een park, als je het mij vraagt, voor vrijheid. Het beleven, het ervaren ervan. En we hebben Anton de Komplein.
vrijheidsstrijders, ja. Nelson Mandela. Ja. We hebben parken, we hebben groen, we hebben mogelijkheden om te sporten, om te recreëren. Dat symboliseert op zich al een vrijheidsgedachte die we graag, vind ik zelf als bewoner van Zuidoost, uitstralen. En ik herken dat ook in ja. de dingen zoals jij daar mee bezig bent ja. In het stadsdeel. Ja. Want in die geest van dat wat we vernoemen en doen, zullen dingen zich in de toekomst moeten gaan voltrekken en zullen we ons moeten ontwikkelen. Dan heb je de incidentele activiteiten, zoals je dat noemde. De diversiteit van het park biedt die ruimte om verschillende activiteiten te hebben. Maar om die allure uit te stralen, is het goed dat er inderdaad nu een permanente toevoeging komt ja. in de vorm van een gedenkteken. Ja. Want hoe is dat zo, hoe is zich ontwikkeld? Nou, dat gedenkteken dat is echt ontstaan vanuit echt het meedenken van bewoners zelf. Er is een lange geschiedenis van heel veel mensen zoals jij zelf en heel veel mensen om je heen die lang hebben gestreden ook voor. Hè, we willen inderdaad allure geven aan dit park. We willen daar veel meer dan alleen een naam van een park, maar dat moet hart en ziel moet gevoeld worden. Wat mij betreft is dit gedenkteken echt een uiting van hart en ziel van Nelson Mandela, maar meer nog hart en ziel van Amsterdam. Hart en ziel van inclusief Amsterdam. Nederland. Van Nederland. En wat mij betreft inderdaad wordt dit een toonbeeld van hoe we met elkaar zouden kunnen willen leven. Kijk, een park is inderdaad een plek voor het vieren van vrijheid. Een plek ook om elkaar te ontmoeten. Een plek om met elkaar geschiedenis te schrijven. Een plek om met elkaar een nieuw narratief ook voor Nederland te kunnen zijn. En wat mij betreft begint aanstaande 5 september dat nieuwe narratief. Dat nieuwe narratief, en dat wordt geschreven vanuit hier, Amsterdam Zuidoost, natuurlijk voor heel Amsterdam en sterker voor heel Nederland. En om terug te komen op hoe is dat dan ontstaan? Je ziet dat heel veel mensen bij Nelson Mandela hebben ze een goed gevoel. Heel veel mensen willen meedoen. Dus we hebben een aantal ontwerpen gehad. En er is echt gekozen voor 1 ontwerp, dus heel democratisch. Niet dat ik heb bedacht, oh ik vind het ontwerp leuk. Nee. Mensen hebben zelf allemaal kunnen stemmen. En het mooiste ontwerp, dat is van meneer Mohau, die heeft gewoon gewonnen. En die is hij is van Zuid-Afrika, een prachtige Zuid-Afrikaanse heer. En die heeft dit op een hele mooie manier gemaakt. Maar nog belangrijker, het is niet een beeld van Nelson Mandela. Dus er is niet een statuur van Nelson Mandela gemaakt. Nee, er zijn bewoners, anonieme bewoners, die hebben hun gezicht geleend aan dit ontwerp. Dus er komen 7 verschillende hoofden, zeg maar. En daar zitten al die bewoners in. En dat zijn we er naartoe lopen? Ja, laten we er naartoe lopen. Dan kan je het zien. Ja, want ik ben benieuwd waar dus dat gedenkteken komt. Ja. Want de onthulling ja. is op 5 september. Ja. We leven met z'n allen naar dat moment toe. Absoluut. Dat is echt gewoon een hoogtepunt. Ja, zeker. De burgemeester komt, hè. Ja. En die gaat het dan onthullen. Ja. Ik mag zelf de gastvrouw zijn, dus dat is ook heel erg leuk. En zal daar ook natuurlijk spreken. Maar ook onze Mohau is er zelf bij. En de ambassadeur. De ambassadeur van Zuid-Afrika, uiteraard. Ja. Maar veel belangrijker nog ook de bewoners. De anonieme bewoners die hun gezicht hebben gegeven hieraan. Ja. Die zullen er ook zijn. Een prachtig programma met natuurlijk, zoals Zuidoost dat kent, veel poëzie. Maar let op, dit gedenkteken is niet van Zuidoost. Dit gedenkteken is van heel Amsterdam. En dat is ook, denk ik, heel goed dat wij als Zuidoost die warme uitstraling die we sowieso hebben. The place to be. The place to be. Ja. Maar dat we ook wel aan heel Amsterdam zeggen, aan heel Nederland zeggen, wees welkom. Wees welkom om naar dit monument te komen kijken. Maar nog meer, wees welkom om te vieren al die mogelijkheden die Mandela ons eigenlijk heeft getoond. De mogelijkheid om naast elkaar te staan. De mogelijkheid om rechtvaardigheid te vieren. De mogelijkheid om educatie te kunnen hebben met elkaar, van educatie te kunnen genieten. Ja, en die verschillende gezichten symboliseert eigenlijk, het is van ons allemaal. Het is van ons allemaal, maar nog veel belangrijker, want hij zegt, en dat is de allermooiste zin van hem, want hij zegt vanuit Ubuntu, hè, wij zijn omdat jij bent en ik ben omdat jij bent. We zijn altijd in interactie met elkaar. Okay. En dat staat ook, dat zullen we zo meteen zien, dat staat ook op het platform waar het teken weer op komt. Ja. En dus bij dat platform staat zijn prachtige tekst. Altijd vanuit de gedachte,
En dat vind ik ook mooi, want al die gezichten van die mensen, die symboliseren wat mij betreft ook dat een leider alleen maar een leider kan zijn als al die mensen om hem of haar heen hem of haar dat ook gunnen. En ook willen dat het leiderschap wordt gedragen door al die mensen. Hoe belangrijk vind jij het? Ik heb nu nog meer aangegeven dat het voor mij een grote eer is om ergens te zijn waar zeg maar een dergelijk gedenkteken, een monument, een plek heeft kunnen vinden op zeg maar de grond van Zuidoost. Ja. waar ik ook ben opgegroeid. Ja. En waar ik mij trots ook aan ontleen. Ja. En dat voorbeeld dat hij is uitstraalt, ook meeneem in dat wat ik doe. En dat geldt voor een heleboel mensen, want we willen toch bouwen aan een stad, aan een leefomgeving, aan de hand van dat soort voorbeelden. Dat krijgt nu gestalte met dat monument. Ja. Want hij komt dus hier te staan in het park. Ja. We zijn er al bijna, je ziet het al bijna zelf. Ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, wat het is dat ook gewoon als je er naartoe loopt, tenminste ik weet niet als het bij jou is, maar bij mij, mijn hart maakt gewoon een sprongetje. Dat ik denk, het is er bijna, weet je wel. Dus binnenkort wordt het ook hier echt geplaatst. Het is al in Nederland overigens. Het geheel is al in Nederland. Ja, wat zijn onderdelen? Het zijn onderdelen. Dus van de week wordt het allemaal geplaatst. Natuurlijk voor aanstaande 5 september uiteraard. Zal het klaar zijn. En het wordt echt mooi groot. Hè? Je kunt er doorheen lopen. Ja. Dus mensen kunnen hier echt ook komen vertoeven. Weet je dat dit vaak gebruikt wordt als het Kwaku Festival zich hier voltrekt? Ja. In het Mandela Park. Als een mediapunt. Het is eigenlijk op een heuveltje. Ja. Maar dat verdient Mandela toch ook? Ja, altijd op een zekere hoogte. Ja. Want zijn nu nog hekken eromheen? Er zijn nu nog hekken omheen. Maar kijk, ik wil je laten zien. Want het is inderdaad dus. Het mooie is dat hier die prachtige tekst staat. Hè? Ja. Van human only through other humans. Ja, je bent alleen maar mens omdat anderen je dat toestaan om mens te zijn. En ik vind dat zo mooi dat je... Weet je, hij inspireert ook om voorbij je eigen ego te gaan denken. Ja, ja. En ik denk zelf dat heel veel leiders nog steeds opgesloten raken soms in hun eigen ego en hun eigen grootsheid. Maar we moeten ons beseffen dat wij alleen maar groots kunnen zijn als anderen ons dat toestaan en als je anderen ook toestaat om ook groots te zijn. Dit is het moment, we zijn er. Hier is het dus, hè? Aangekomen. En hier staat het. We are humans only through the eyes of other humans. Ja. Dat is heel mooi. Hoe mooi is en hier dit komt het. Hier komt het te staan. Hier zullen, denk ik, in de komende tijd, vanaf 5 september, de dag waarop de onthulling plaatsvindt, 5 september 2021, niet honderden, niet duizenden, niet tienduizenden, maar zeker honderdduizenden mensen overal in de wereld dit komen aanschouwen. Ik hoop het van harte. Dat zal ook een hele boost geven aan de stad aan Zuidoost. Ja. En ik feliciteer eigenlijk alle mensen in Zuidoost, want het is toch hoe dan ook hier in het stadsdeel waar zeg maar zo'n bijzonder gedenkteken onthuld gaat worden, een plek zal hebben. Ja. De vele miljoenen bezoekers die dat ongetwijfeld zal misschien is het wel goed om ook te vertellen dat ook de bezoekers die met de rolstoel overal naartoe gaan, hè, dus de mensen die daarvan afhankelijk zijn, het is hier rolstoel toegankelijk gemaakt. Dus dat is belangrijk. En we zullen ook zorgen dat het hele verhaal ook in braille komt. Zodat het echt inclusief is voor een ieder. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Het was een hele mooie, korte tour, weliswaar. want je raakt niet uitgekeken in Park. Nee, het is zo prachtig. En deze ambitie, niet alleen maar met de naamgeving, maar ook met het realiseren van dit gedenkteken, heeft nu vaste vormen gekregen. Ja. En ik ben er heel erg blij mee. Ik ook. En eerlijk gezegd hoop ik dat inderdaad door dit monument hier te plaatsen, dat wij als Amsterdam Zuidoost nog meer dan we al zijn, de voorloper zijn als het gaat om het gedachtegoed van de inclusieve samenleving.